Deze maand proberen we Limburg winterproof te maken. Onze provincie telt een groot aantal dak- en thuislozen en ook mensen die in armoede leven. En daarom gaan we zoveel mogelijk winterjassen inzamelen, speciaal voor diegenen die dat het hardst nodig hebben. Vandaag het aangrijpende verhaal van Jean Figa uit Heerlen. Toen hij hoorde van de actie wilde hij graag al zijn jassen doneren. Hij had namelijk niet lang meer te leven. Het leven was voor Jean zo ondraaglijk geworden dat hij euthanasie had aangevraagd. We spraken hem 3 dagen voordat hij stierf. Jean heeft 2 jassen en 2 bodywarmers om weg te geven. Eentje is wel heel speciaal. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, die heb ik altijd in mijn vrachtwagen gehad. Wat wilt u zeggen tegen degene die hem krijgt? Dat hij er heel veel plezier mee mag hebben. Dat is mijn rouwkaart. Bijzonder? Voor de een wel, voor de ander niet. Er staat al een einddatum op. Ja. 11 september. Gaat gebeuren. Het is nu 8 september, nu we dit interview opnemen. Vrijdag. Maandag. Bent u er niet meer? Hoe voelt dat? Voor mij een opluchting. Wat voelt u? Pijnen. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. De pijn komt voort uit wonden op het been die niet te genezen zijn. Gecombineerd met trombose en hartproblemen is het voor Jean een uitzichtloze situatie. Is er dan echt helemaal niks meer in het leven waarvan u denkt van, nou, dat is nog de reden dat ik wil blijven leven? Nee, mijn leven is op. Alleen door die pijnen. Als ik van hieruit naar de lift zou moeten gaan lopen, moet ik 4 keer stoppen vanwege de pijnen. Dat is niet meer hoopbaar. Dat is geen leven. U bent een traject ingegaan voor euthanasie? Ja. Daar bent u dan heel blij mee? Zeker weten. Het is voor mij een opluchting. Het is een verlossing. Voor de lange weg op de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen. En ben van boord gegaan. En de actie is een initiatief van L1, de stichting Samen voor Maastricht en alle Limburgse gemeenten. Goedenavond, mevrouw Magiels. Hoe belangrijk is deze actie? Ontzettend belangrijk, omdat we in deze provincie te veel mensen hebben die onder die armoedegrens leven. En als je dat vertaalt naar aantallen, dan gaat dat om ongeveer 60.000 gezinnen. En dat betekent weer dat meer dan 100.000 mensen in armoede leven. En daarvan zijn weer 18.000 kinderen die... Die geen cent te makken hebben, laten we het zomaar noemen. Dus die actie is vooral bedoeld natuurlijk om de mensen die geen warme winterjas kunnen betalen, om die te helpen. Dat is één ding. Maar door de brede aandacht die we nu krijgen door jullie, door L1, door dit samen dit aan te gaan, kunnen we ook aandacht vragen voor armoede in de provincie. Maar is het dan echt alleen de bedoeling dat mensen jassen schenken of... Ja, mensen die in armoede leven, die hebben natuurlijk veel meer nodig dan Zeker. Alleen een jas. Ja, nou, deze actie gaat over het inzamelen van warme winterjassen. En we hopen natuurlijk dat het effect is dat er bewustwording ontstaat, nog meer bewustwording. En dat mensen zelf initiatieven gaan nemen om misschien hierna, nadat ze die jas hebben gebracht, ook te kijken in hun straat of in hun buurt. Van, kunnen we misschien nog een stapje verder gaan en... kijken of we mensen op een andere manier kunnen ondersteunen. U hoopt dat het de solidariteit ook vergroot? Ja, zeker. Dat is precies waar de actie over gaat en waar die voor bedoeld is. Nu noemde u net een aantal cijfers, verschrikkelijke aantallen. Ja. U had het ook over 18.000 kinderen. Ja. Er zijn jassen nodig, echt van groot tot het allerkleinste formaat. Hè. Wat moeten kijkers doen die dit zien en denken, goh, ik heb nog wel wat jassen liggen op zolder? Die gaan kijken op de website van Limburg Helpt. Daar zien ze precies waar ze in hun eigen gemeente een jas kunnen inleveren. Dat in de eerste plaats. En daarnaast hopen we dat in die gemeentes ook spontaan acties ontstaan van de voetbalclub, van de school, de fanfare. Vragen eerder bij voedselbankenacties bijvoorbeeld. Precies. Ook, hè, vanuit L1. Want dan kun je massa maken en ook er zijn contacten met de grote voetbalclubs. Nou, als die supporters allemaal al een jas zouden meenemen, dan komen we al een heel eind. Dus dat en ook bedrijven kan ik me voorstellen. Zeker, want particulieren, zeker. Dat is allemaal mooi meegenomen. Ja, maar bedrijven, zeker. Dat brengt wat meer teweeg. Ja, er zijn ook al bedrijven die zich hebben gemeld. En we hebben ook vanuit ons eigen netwerk bedrijven benaderd. Dus
Iedereen mag en ik zou bijna zeggen moet meedoen om deze actie tot een succes te maken. Via de website dus Limburg Helpt. De actie duurt 4 weken, hè? Ja, de hele maand oktober eigenlijk. Hoe wordt die afgesloten? We hebben een afsluiting in het theater aan het Vrijthof met een live uitzending van 1,5 uur. En daar worden alle beelden die nu in de aanloop en na het einde toe van de actie gemaakt worden en opgenomen, die worden daar gedeeld. We willen ook mensen heel graag daar aan het woord laten die in die situatie zitten. Dus het is echt voor en door de doelgroep. En we hopen dat we daar dan een fantastische eindstand bekend kunnen maken. En daarna natuurlijk de spin-off, hè, waar u het eerder over had. Succes, ja. Mevrouw Magielsen. Dank voor de komst. Dank je wel. Graag gedaan.